kijkers, welkom bij weer een gloednieuwe video. Vandaag ga ik jullie eens uitleggen hoe ik eigenlijk altijd mijn video's opneem. Voor mij is het al de derde keer of zo dat ik deze video opneem. Omdat ik het met andere programma's doe dan ik het normaal doe. En die programma's ken ik niet en dat gaat altijd verkeerd. Maar ik hoop dat het dit keer goed gaat. Voor deze tutorial heb jij twee programma's nodig. OBS en GeForce Experience. De downloadlink staat natuurlijk in de beschrijving. En ik moet duidelijk toegeven, dit kan je niet op een MacBook doen. Erg jammer natuurlijk, kan wel op andere manieren op een MacBook, maar die gebruik ik niet. Zoek dat dan even zelf op een manier uit. OBS gebruik ik voor mijn facecam en GeForce Experience voor mijn beeld. Dat doe ik los, zodat ik altijd mijn facecam nog groot kan laten worden of klein. Of in een ander hoekje doen als er iets bijzonders in beeldscherm staat. Daarom doe ik dat op die manier. We beginnen vandaag met GeForce Experience. Die heb ik natuurlijk al even geopend. En als je dan komt, zie je dit. Heel erg mooi. Nou, het eerste wat je kan gaan doen, is naar voorkeuren gaan. En dan naar Shadowplay. Hier zie je, dit is eigenlijk hetgene wat je vooral gaat gebruiken. Je ziet hier camera, statusindicator en FPS bij het stukje overlays. De camera, die heb ik uitstaan. De statusindicator heb ik aan. Die kan je als het goed is hier boven in het scherm zien. Dan zie ik of ik aan het opnemen ben of niet. Zoals nu ben ik niet aan het opnemen, maar als ik Alt F9 doe, ben ik aan het opnemen. En de FPS stellen, dat is je eigen keuze. Vastleggen van bureaublad toestaan moet aan. Anders kan je geen Minecraft opnemen. Kan je sommige games niet opnemen. Andere games kan je wel opnemen. Dat is een beetje buggy. Microfoon altijd aan. Daar kom ik later op terug. Dan ben je hier bij de toetsenbord snelkoppelingen. Daar kan je je snelkoppelingen veranderen. Klinkt heel logisch. Ik heb het gewoon default staan volgens mij. Dit zijn de twee die je denk ik het meest gebruikt. Alt F9 om gewoon een handmatige opname aan te zetten. Dus als je dan gewoon Alt F9 doet, begint hij met opnemen. En Alt F10, dat moet je nog instellen. Dan doet hij de laatste 5 opgenomen minuten, dus slaat hij op. Klinkt heel lastig. Leg ik zo meteen uit. Locatie opslaan heb ik op een externe harde schijf. Omdat mijn harde schijf van de computer anders een beetje overbelast raakt. Ik raad je dit ook aan om te doen, omdat de videokwaliteit anders omlaag gaat. En lokale tijdelijke bestanden maakt op zich niet heel erg veel uit. Dan druk je hier op het kopje Shadowplay. En dan opent er iets nieuws. Dit zal waarschijnlijk uitstaan. Nou, zet de powerknop, zet je hem er even aan. Klinkt heel simpel. Als je hem dan aan hebt gezet, zie je dit scherm. Het zal iets anders staan. Mode zou ik op schaduw en handmatig staan. Schaduw betekent dat hij, zeg maar, hij neemt altijd op, maar hij slaat het niet op. Dus ben je nou bijvoorbeeld Black Ops aan het spelen op je computer of Minecraft en je maakt de mooiste kill in tijden, dan kan ik gewoon Alt F10 doen en dan slaat hij de 5 laatste minuten op. Nou, hier kan je kiezen hoeveel minuten dat zijn. Ik vind 5 wel genoeg. Ik vind 4 denk ik weer te weinig. Ik vond 5 prima. De kwaliteit heb ik aangepast. Die heb ik namelijk, ik weet namelijk dat hoog heb je volgens mij maar 30 fps. Oh nee, dan doet het een in-game resolutie. Maar ik heb hem op aangepast gezet. Want ik heb hem op 1080p gewoon altijd en 60 frames. Dit is misschien niet nodig, maar hey, als mijn computer het aan kan. Ik kan dat ook dat mijn webcam soms een beetje bukt. Dat heeft te maken met dat ik dingen aanpas. En audio staat op in-game. Daar kom ik ook nog later op terug. En hierom, de microfoon maakt dus niet uit omdat je alleen in-game audio opneemt. Dan gaan we nu door naar OBS en die heb ik ook al geopend. En als je in OBS aankomt zie je eigenlijk niks. Maar zo meteen zie je wel wat. Want dan ga jij een scène toevoegen bij een stukje. Bij het stukje scène. Hier staat meestal niks. Maar voor mij staat er heel veel. Scène toevoegen. Ik noem even YouTube. Dan bij bronnen voeg jij ook een bron toe. Toevoegen. Het eerste wat je toevoegt is een video capture apparaat. Mijn webcam gaat nu heel even uitvallen. Maar jullie zien me zo meteen weer hoor. Ik praat wel gewoon verder. Dus de webcam is nu even uit. En dan ga je hier een video capture apparaat toevoegen. Dat is niet zo heel moeilijk als je eigenlijk al dit doet. En je webcam staat hier. Kun je daarop opklikken. Heel simpel. Dan voeg jij ook nog toe een afbeelding. Dat doe ik omdat ik een greenscreen heb. Heb je nou geen greenscreen, hoeft het niet. Gewoon een groene afbeelding doe je op de achtergrond. Nou, dan druk je Ctrl en pijltje naar beneden als je de groene afbeelding hebt geselecteerd. Want dan gaat hij dus naar beneden. Druk je op stream previewen. Lekker zo.
Druk je op stream previewen. En dan zie je mij. Wat je dan moet doen. Ik heb een greenscreen. Als je geen greenscreen hebt, kan je dit stukje, hoef je niet op te letten. Heb je nou wel een greenscreen zoals ik heb, die ik even ga uitrollen voor jullie? Maar, hij hangt niet van, dat is mooi, maar maakt even niet uit. Dan heb je nou een greenscreen en die is niet zo goed. Dan doe ik het altijd op deze manier, omdat het gewoon handig is. Ga je naar eigenschappen en dan doe je je chroma key gebruiken. Dan doe je de kleur, ga je niet selecteren. Nee, je doet dubbelklik op het witte. En je kiest deze kleur, want dit is de echte chroma key kleur. Dat is een tip. Dan zet je het overvloeien op 50 en de speelvermindering op 0. Nou, dan gebeurt er niks. Helemaal niks. Maar dan ga jij bezig met de tolerantie. Die zou ongeveer rond de 700 moeten staan. Ja, zoiets voor mij dan, hè. En dan ga je gewoon kijken tot wanneer mijn hoofd niet meer... tot wanneer mijn hoofd weggaat. Ik zal even mijn lamp aanzetten. Zo. En ik zou de groene... Nu moet je de groene afbeelding nog even wegdoen, hoor. Zo. Oké. Je ziet, is niet zo mooi. Ik zie hier nog randjes langs mijn gezicht. Ik weet het niet helemaal. Mijn haar zit ook niet helemaal goed. Maar er gaat ook nog niks weg van mijn lichaam. Dus op zich. Oké, nu gaat het weg. Ik denk dat dit wel een mooie is. Oké. Maar nu zie je bijvoorbeeld mijn webcam in beeld. Waarop je mijzelf nog een keer kan zien. Nu zie je mijn webcam in beeld. Dat wil je natuurlijk ook niet. Dus dan ga je de afbeelding in ieder geval weer enablen. Zie je groen op de achtergrond. En dan druk je op scène bewerken. Nou, dan klik je één keer op en dan heb je het video capture apparaat toegevoegd. Geselecteerd. Dan hou je Alt ingedrukt op je toetsenbord. En dan ga je bij dit lijntje totdat zo'n pijl dit ding beslaat, komt. En druk je linkermuisklik en dan totdat zeg maar het ongeveer wel goed is. Ik vind dat mijn webcam tot hier wel wordt opgenomen. Nu wordt dit stuk nu niet opgenomen. Gaan we naar de andere kant. En dan zien we namelijk dat onze microfoon zit. Doen precies hetzelfde met Alt. En totdat het pijltje komt. En dan gaan we kijken wanneer de microfoon weg is. Ja, nu is hij weg. Dus dit, zo zou ik nu gewoon makkelijk al kunnen opnemen. Maar ik moet natuurlijk altijd mijn geluid nog... ik zal eerst uitleggen waarom ik dit groene op de achtergrond doe. En waarom ik dat bijvoorbeeld niet in OBS doe. Nee, niet in Sony Vegas doe. Nou, dat doe ik omdat Sony Vegas is niet zo goed in greenscreen. Niet met mijn greenscreen. Omdat hij niet helemaal groen is. Dit kan hij wel greenscreenen. Want dat is logisch. Want het is echt gewoon goed groen. Maar als ik bijvoorbeeld niet op deze manier had gedaan. Maar het greenscreenen pas in Sony Vegas. Was het veel minder mooi geweest. Dan dat elke aflevering. Dus daarom doe ik het op deze manier. Maar nu moet ik mijn geluid nog synchroon laten lopen. Want ik neem mijn microfoon op met OBS. En het gamegeluid op met dat andere programma. Nou, dat doe ik als volgt. Als ik altijd met vrienden opneem, dan zet je, meestal staat dit eerst aan. Als hij in het rood staat, staat hij aan. En als hij niet in het rood staat, staat hij niet aan. En dan zet ik mijn microfoon even uit. Dan vraag ik aan mijn vrienden, klap even in je handen. Nou, dan klappen ze in de handen. En dan kan ik dat tijdens het editen, kan ik dat goed synchroon laten lopen. Maar stel, ik ben er mijn eentje. Dan moet ik, meestal zet ik gewoon een muziekje op, gewoon wat harder. En dan in één keer op spatie, dus heel makkelijk ook om zich synchroon te laten lopen. Dan zet ik deze weer uit en mijn microfoon weer aan. En dan gaat mijn microfoon alleen, dan neemt OBS mijn microfoon op. En het andere programma neemt in-game geluid op. Oftewel je computergeluid wat uit je oortjes komt. Of koptelefoon of wat je ook hebt. Heel simpel dus. Hierdoor kan ik bijvoorbeeld mijn geluid altijd wat harder zetten. Of het geluid van de rest dempen in het editen. Dat is ook het chillen eraan. Ik kan mijn webcam altijd groot laten worden. Dat is ook chill. En ik kan eigenlijk alles doen wat ik wil. Dit is dan de video voor vandaag. Vond jij hem nou weer leuk? Druk dan op dat blauwe duimpje. Meer tutorials, zegt het dan in de beschrijving. Er komt sowieso nog een tutorial over hoe je streamt met een Xbox zonder Elgato. Die komt er sowieso nog aan. En in de beschrijving staan trouwens goede instellingen voor OBS. Staat even nog een linkje van de video, omdat ik geen zin heb om dat allemaal uit te leggen. Want er staat al zoveel van op YouTube. Dus vandaar dat ik het even zo doe. Zie ik je bij de volgende video, hopelijk weer. En dan zeg ik nog maar één ding, en dat is... later!